Het is voor mij echt waanzinnig om met ze te spelen, op het podium staan en de hele dag, weet je wel, rondhangen met al die oude knakkers die hier zijn vandaag. Want ik kan je verzekeren, muzikanten zijn naar mijn mening toch wel de leukste mensen van de wereld. En hoe ouder ze worden, hoe leuker ze worden. En hier rechts naast mij, iemand ja, die ik al mijn hele leven bewonder. En hij is een fenomeen, dames en heren, een fenomeen. En dat is hij al heel lang. En een keizer op de altsaxofoon. En een bijzonder lieve, aardige, toffe gast uit Hellevoetsluis. Ik hoor Sjoel. Rotterdam, ja, sorry. Ja. Oorspronkelijk Rotterdam, hè? Rotterdam. Ja, sorry. Rotterdam, excuses. Maar het wordt hoog tijd om te stoppen met lullen, want het gaat helemaal mis. Dames en heren, Piet Noordijk. Hey. We hebben nog tijd voor één stukje, als jullie het goed vinden tenminste. Ja. Loopt allemaal iets uit, maar voordat we die gaan spelen wil ik even voor alle duidelijkheid zeggen dat Jules Delder de beste platen uit zijn gigantische platencollectie heeft meegenomen. En hij gaat ze draaien in het café na afloop. Het was gisteren super gezellig, tot de kleine uurtjes. Dus blijf alsjeblieft hangen, neem een drankje en ja, neem een muzikant mee naar huis. Ze doen het allemaal nog. Maar ik wil even voor alle duidelijkheid stellen. Ik heb deze avond op zo'n manier ingedeeld. Ook uit een soort masochisme heb ik Piet uitgenodigd. Maar vooral omdat ik hoop net zo oud te worden en net zo goed te spelen als ik, ja, als ik zo oud word. En ik hoop zo'n goed leven te hebben laten. En ik wil graag nog even voor de duidelijkste. Het is geen makkelijk leven als muzikant, maar het is wel super leuk. En, maar dank jullie wel voor het komen. Mijn naam is Benjamin Herman en hopelijk tot een volgende keer. Dank je.
Zo is het programma eigenlijk ooit begonnen. Het is een beetje platen draaien met goede vrienden. Ooit in de woonkamer ergens. En dat was heel leuk. En dat groeide uit tot een programma dat 4 keer in de week kwam. En nu gebeurt er weer hetzelfde. En het is leuk om te zien hoe mensen anders naar muziek luisteren. En zeker als het over je eigen muziek gaat. Benjamin Herman die liep zojuist naar het uiterste hoek van mijn huis hier. Om ergens net achter het gordijn zat je een beetje toch te luisteren naar jezelf. Want je stond wel onder de speaker. Ik wilde even naar Piet luisteren. Oh, ja, mezelf vind ik niet interessant. Maar... Nee, maar je hebt het ook altijd, we hebben het vaak over gehad, gewoon moeilijk met naar jezelf luisteren. Gewoon, vind je niet prettig? Nee, vind ik helemaal niet prettig. Okay. Maar dat geeft niet. Het moet je ook tegen kunnen. Maar het is... Ik was heel benieuwd hoe dit concert was. Ja. En ik vond het heel leuk om Piet even te horen. Piet was de eerste die aan het solo was. En de tweede was ik. Ja. En ik was helemaal vergeten. Ik was de hele optreden helemaal vergeten. Oh, dus mag ik voordat hier alles in de vuilnisbak wordt gegooid bij Radio 6... dan toch even die opnames meenemen? Tuurlijk, joh. Krijg je gewoon een cd'tje. Heel goed, straks.